10 gewone Nederlanders op reis in Australië. En de afgelopen weken heeft u dat op vrijdagavond mee kunnen maken. De kandidaten hadden als doel om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de pot. Maar het werkelijke doel was natuurlijk het vinden van de mol. Nou, het is inmiddels januari 2000 en we weten nu wie de mol is. Toch zijn de meesten van ons benieuwd van hoe ze toen hadden kunnen weten wie de mol was. En dat gaan we nu horen en zien van de mol zelf. Ik ben benieuwd hoe de rest gaat reageren. Ja, ik was bang voor jullie reactie en niet voor ja. Het liep van de rest eigenlijk. Ze is toch steeds door. Hey, jongens. Hey. 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 Sandy. En het is niet omdat ze hier niet wilde zijn, maar het is er voor de tweede keer een grote teleurstelling voor haar. Want Sandy is arts, zoals jullie weten. En Sandy haalt af en toe zieke mensen uit verre landen. En deze keer was de patiënt zo ziek dat hij terstond weer opgenomen moest worden. Dus Sandy zit zich nu te verbijten ergens in Saoedi-Arabië. En ze is er helaas weer niet bij. Zo'n geweldige kandidaat, zo snel weg. Jammer. En ook niet bij nee. Dat is heel erg jammer. Maar, vrienden, we zijn bij elkaar. Het is leuk om jullie weer te zien. Jullie zien er een stuk beter uit dan tijdens de opname. Jullie zien er weer uitgerust uit. Jullie zijn vast benieuwd hoe het afgelopen is. Want dat weten jullie op dit moment nog niet. Dus ik stel voor dat we daar naar gaan kijken. Zullen we dat doen? Ja, ja, goed plan. Ja. Ga je gang. Petra, 82.500 gulden. Gefeliciteerd. Kijk in de kop. Heb ik die gewonnen of niet? Je hebt gewonnen. Heb ik gewonnen? Je hebt gewonnen. Ja, ik weet het zeker. Oh, nee. Nee. Ja, echt. Ja, ik geloof het niet. Echt waar. Kom maar even bij me staan. En dan nu? De mol.